Dit is de Docent Bella podcast. Bella, Docent Bella, Docent Bella, Docent Bella, Docent Bella, Docent Bella. Welkom jongens bij alweer aflevering 5 van de Docent Bella podcast. Ja, welkom dat je kijkt. Ja. Welkom dat je kijkt. Luister, we hebben vandaag een hele speciale gast in de studio. Ja. De jongste. Voor het eerst, hè? Voor het eerst. Ja, de jongste. Zullen we hem er maar bij halen? Ja, laten we hem er even bij halen. Give it up voor... Iden! Yes, gaat ie! Nou, ik ga hem even pakken hoor. Nou, is goed. Vonneke heeft de zoontje meegenomen naar de podcaststudio. Hé, schattebout? Ja, nou, ik dacht, ik neem Iden vandaag gezellig mee. Ja, nou, hoe was je nacht? Hij heeft lekker doorgeslapen vandaag. Ja? Dus ja, zoals je ziet ben ik ook een vrolijk mens. Ja, want je had gisteren weinig geslapen, zei je. Ja, toen viel ik bijna in slaap, joh. Ja, maar je hebt nu wel een goede nacht rust gehad en hij heeft lekker uitgeslapen. Wat goed voor jou. Yeah. Geen lachen, net auntie. Wat goed van jou. Ben jij zo groot aan het worden? Je bent al bijna een half jaar, hè? Ja, gek, hè? Je bent gewoon ik wist weer... nog dat je zei, toen ik aan bevallen was, dat je langs het ziekenhuis ging rijden als een psycho. Ja. Je zei, ik weet zeker dat je nu aan het bevallen bent, dus ik ga nu langs het ziekenhuis rijden. Ja, klopt. Maar het klopt ook echt, hè? Je was aan het bevallen, maar ik zag je auto niet. Maar, je bent echt ziek in je hoofd. Ja, sorry. Maar ik wil gewoon weten dat als mijn vriendin bevalt, hè? Stukkenbouwtje. Ja. Ik weet dat je bij tante wil komen. Ik had je wel die foto gestuurd toen ik was bevallen. En de volgende dag was je wel gelijk gekomen. Ja, ik moest huilen. Ja, je stond echt in de woonkamer te huilen. Echt met tranen in je ogen. Toch, oh, echt lief. Ja, maar het is ook zoiets bijzonders. Kijk, ik heb het zelf ook meegemaakt natuurlijk. Zo'n hele bevalling en een zwangerschap. En weet je, ik weet gewoon wat voor emoties er vrijkomen op het moment dat je voor de eerste keer je eigen vlees en bloed in je handen krijgt. Ja. Dus ja, dat is gewoon zo mooi. En om dan te beseffen dat iedereen in je buik heeft gezeten. En ja. En op echt te lachen naar je. Ja, je vindt me leuk, hè. Ja. Ja, ik had het dus toen ik die docu keek van Selma, toen ze aan het bevallen was, toen begon ik ook opeens te huilen. Maar het is echt puur omdat je weet hoe het gevoel is, zeg maar, van je bevalling. En ik denk als ik nu ook iemand anders, ze pas geboren baby, zou zien dat ik ook zou huilen. Maar daarvoor zou ik dat echt nooit hebben. Zou ik echt denken van ja, schattig. Maar ook omdat je weet hoe het voelt en daardoor ook beter kan meeleven met iemand, denk ik. Ja. Maar hoe zijn de afgelopen 6 maanden voor jou gegaan? Want het was natuurlijk allemaal nieuw. Je moest een ritme vinden. Voeding, zoeken. Noem maar op. Hoe gingen de eerste paar maanden voor jou? Nou, ik weet wel de eerste dagen waar ik echt niet dat mensen hem aanraakten. Ik kreeg gewoon echt stress als mensen hem wouden verschonen, flesje geven. Ik had ook echt te snel familie en vrienden laten komen. Spuugt die? Pardon? Nee. Oké, mooi. Ja, jij wilt lopen. Of wil je naar tante Femi? Wil je naar tante Femke? Kom maar. Kom maar naar tante Femi. Oh, ga je mijn tante Femke om de spiegel. Ja, kom maar. Ga je tante Femi om de spiegel? Kom maar hier. Een toetje. Ga maar praten. Ja. Mooi. Ga maar zeggen wat je allemaal meegemaakt in de buik. Wat heb je allemaal meegemaakt in de buik? Wat heb je allemaal meegemaakt in mama's buik? Ik wist nog, bij 40 weken gingen wij nog shoppen voor hem. Ja, klopt. Ja, dat mensen zouden ook echt... Oh, je hoofd gaat tegen de microfoon. Zeg maar toetes aan Bella. Hij krijgt wel krulletjes, hè? Ja, super cute. Ja, zijn haar groeit echt. Ik ben benieuwd wat zijn structuur wordt. En Noe heeft echt een bos krullen. Je zei toen hij eruit was gekomen, leek het op een helm. Ja. Zoveel haar had hij. Ja, Noe had zoveel haar. Het is ook nooit uitgevallen of iets. Ja, daar moet je echt blij mee zijn. Want hij kwam ook echt met de boskrullen eruit. Mm-hmm. En toen is al zijn haar eruit gevallen. Ja. Echt zonde. Ja, ik was echt verbaasd. Ben je nou aan de duimen? Ja. Zeg ik, zie je aan duimen? De duimen. Heb je je duim ontdekt? Ja, heb je je duim ontdekt? Maar weet je wat ik grappig vind? Je hebt mij een foto laten zien toen Noe
ook 6 maanden was. En toen hadden die foto's naast elkaar gezet. En ze lijken echt gewoon broertjes. Ja, ja. Raar, hè? Ja, echt eng. Maar en soms heb ik dat ook met onze foto's. Dan staan we samen op de foto. Dan denk ik echt bij mezelf, ja, ik ben gewoon de witte versie van jou. Ja. Weet je nog die foto die ik had gestuurd? Dat we echt precies dezelfde houding stonden en dezelfde lach. Ja. Toen dacht ik ook van, wow, echt eng eigenlijk. Op jouw docu-première was dat, hè? Nee, ik had eentje gestuurd. Nee, ik had eentje gestuurd van 6 jaar geleden of zo. Oh, wacht even, ik weet het nog. Met die dat je 2 vlechtjes hebt. Met die 2 vlechtjes, hebt. Ja. Ja, hij leek ook echt heel erg op elkaar. Weet je wat ook grappig is? Onze kinderen zitten op dezelfde opvang. Maar ja, hun weten natuurlijk niet dat wij vriendinnen zijn. En soms dan kom ik van de opvang en dan haal ik Iden op. En dan zegt ze, ja, Noe heeft heel de dag voor Iden lopen dansen. En ik vond het zo schattig. Echt raar, hè? Alsof ze een soort van aanvoelen van, ja, onze ouders zijn vrienden. Dus yeah. Moeten wij ook maar vrienden zijn? Ja, ja, ze zijn sowieso verplicht. Nee. Maar ook dat zeg maar alle kindjes aan de tafel zaten en dat alleen Noe bij die baby stond, zeg maar. Klopt, klopt. Want je hebt zeg maar apart dat ja, peuters, zeg maar, zitten en te spelen. En de babygroep. Dus zeg maar, baby's net als Iden. En Noe was naar die babygroep gelopen. Mm-hmm. Ja, dat was zo schattig. Oh, heb je niet dat als je zeg maar bezig bent en die kindermuziek op de achtergrond staat, dat je op een gegeven moment gewoon psychisch begint te worden? Ja. Ja. Ik heb soms ook dat hij dan urenlang loopt te huilen en ze klappen ze in je handjes, blij, blij. En dan mijn haar helemaal ontploft en dan denk ik van, waar ben ik nou mee bezig? Ja, ja, dus je soms echt even zo'n besefmoment hebt van, hallo, ja. Heb ik nu een, ja, precies. Zijn er kinderliedjes die je echt gewoon echt leuk vindt? Ja, ik vind wel wat liedjes voor kinderen leuk. Hé, hey, we doen de passapas met de hele klas. We doen de passapas, stop first. Hé, hey, die tunes zijn echt banger, ja, hoor. Ja, kinderen voor kinderen is ja, goed. Echt. Ja, echt. Welke hebben ze nou nog meer? Giga groen, giga groen. Kom mee naar buiten. Deze ken ik niet. Het is hier veel te... Ja, ik ken ze allemaal door mijn zusje, man. Ja, ik vind ze echt leuk. Ja, het zijn ook leuke liedjes. Ja, hoe heet dat liedje nou ook alweer? Hupsakee. Oh ja, hupsa. Mee met een nieuwe hupsakee. Ja, zou je... Weet je wat echt een legendarische collab zou zijn? Nou? Nou, Femke X Kinderen voor Kinderen. Ach, ja. Denk je? Ja, dat zou toch superleuk zijn? Ja, jouw doelgroep is sowieso 10 jaar. Zomaar. Nou, hallo, ik heb ook kleine kinderen die naar me kijken, hoor, door TikTok. Het valt juist mee. Als ik kijk naar mijn statistieken, dan zijn er toch echt meer mensen tussen de 18 en 35. Ik denk dat die zeg maar zijn meegegroeid in de periode dat jij muziek begon te maken. Ja. Zeg maar. Die zijn nu gewoon allemaal volwassen. Ja. Ze gaan het chillen, zie je? Ja. Ja, maar, ja, maar dat zou wel leuk zijn. Kinderen ja. Voor kinderen. Moet ik eigenlijk wel gaan checken, hè? Ja, ja, zeker. Dat zou echt dik zijn. Ja. Maar oké, eventjes terug naar het moederschap. Ja. Je ritme, hoe was het? Want hij krijgt nu ook voeding, oh, ja. Natuurlijk. Nou ja, toen hij dus net was geboren, vond ik het wel echt spannend, hoor. Want je bent een op andere dag gewoon iemands moeder. En ja, ik heb wel het voordeel dat ik een klein zusje heb natuurlijk. Dat ik weet van hoe het moet verschonen, hoe je flesje moet maken, hoe je een kind in slaap laat vallen. En Davinio, die heeft ook een klein zusje van 10. Dus we hebben dat alle 2 wel een beetje meegekregen vanuit huis. Dus het was niet nieuw voor ons, gelukkig. Mm-hmm, yeah. Maar ik snap wel dat zeg maar, mensen onze leeftijd, die dan opeens een kind krijgen, dat het heel erg stressvol kan zijn. Ja, klopt. Want alles is nieuw en je weet niet hoe alles werkt. En... Want had je veel gebruik gemaakt van je kraamzorg? Nee, want ik dacht van, ik ben net bevallen en ik wil niet dat iemand heel dag in mijn huis rondloopt. Mm-hmm. Ik zag soms jouw kraamzorg. Ja, hè? Ja, ze had paars haar, toch? Ja, kort haar. Ja. Is echt een lieve vrouw. Echt zo lief. En ik miste haar ook. Want eerst was ik echt van, nee, ik wil geen kraamzorg. Ik ga het gewoon lekker zelf doen. Maar toen zij wegging, vond ik het wel jammer. Ja, ik snap dat wel. Want ze maakte ook wel een beetje schoon en ze deed wel. Ja, ze deed de was. Vaatwassen, schoonmaken, opruimen, stofzuigen, dweilen. Nou, was lekker, hoor. Ja, ik dacht, blijf nog maar een paar weken. Ja, hoef ik het zelf niet te doen. Maar je kan kiezen toch tussen 6 uur of 3 uurtjes, toch? Oh ja? Ja, ik weet het niet. Ja, ik of had, een hele dag volgens mij, of een paar uurtjes. Maar ik had 3-4 uurtjes gekozen. Jij? Ik had volgens mij een halve dag gekozen en dan 2 weken lang. Oh, kan wel 2 weken? Ja, bij mij was het een beetje anders gegaan. Want ik zou eigenlijk bevallen in het bevallingshotel in Amsterdam. Mm.
Maar bij het bevallingshotel, daar heb je geen pijnstilling. Ja, dat dus, had ik dus ook. Dat wou ik dus ook doen, maar ik wou ook een ruggenprik. Klopt. En ik weet niet, toen kreeg ik die weeën en het ging allemaal zo snel en het deed zoveel pijn en ik was nog thuis. Dat ik zoiets had van, ik ga niet zonder iets van pijnstilling die bevalling in of zo, snap je? Want kijk, ik heb eigenlijk alleen een morfinepompje gehad. Weet je daar high van? Jawel. Ja, ik was wel, maar kijk, weet je, het was niet per se heel chill of zo, want je hebt alsnog pijn en het enige wat je hebt is dat je high bent en je hebt pijn. Dus mocht het zo zijn dat ik in de toekomst geblest ben met nog een baby, dan zou ik nooit meer voor een morfinepomp gaan. Nee, hè? Want je maakt Maar gewoon dat is toch ook tot 8 centimeter ontsluiting of zo, dat je daar gebruik van mag maken? Nou, ik heb hem dus echt nog best wel lang gebruikt. Nog voordat ik moest persen, toen zei ik van oké, nog één. Dus ja, ik heb er nog best wel lang gebruik van kunnen maken. Maar ja, ik zou nooit meer voor een morfinepomp gaan. Want het heeft me echt, ik was er gewoon niet meer bij op dat moment. Weet je, je blijft maar klikken, want je hebt zoveel pijn. En je bent daar een beetje aan het wegspacen. En je bent iedereen aan het uitschelden nog steeds. Snap je? Ik ging gewoon nog steeds kapot van de pijn. Het was niet helemaal uitgescholden. Nou, Denzel niet volgens mij hoor. Nee. Oh, iedereen behalve Denzel. Nee. Maar ook, we waren toen aan het filmen voor, ja toch, dit is echt, ik heb mijn bevallingsverhaal volgens mij nog nooit echt gedaan. Nee. Maar, nou, vertel, ik wil alles weten. Ja, we waren dus aan het filmen voor onze serie Femke en Denzel. En eigenlijk wilden we niet dat ze kwamen. Ja. Dus we hadden niks gezegd. Maar opeens kwamen ze naar het ziekenhuis. Gewoon pull-up. Ik dacht van, hoe weten jullie dit? Maar weet je wat ik denk? Ik denk, ze hebben gewoon het ziekenhuis gebeld van, ja, als Femke komt, dan mogen wij komen, denk ik. Luister, weet je wat nog het allerlijpste was van alles, hè? Ik had 10 centimeter ontsluiting, maar ik had gebluft. Want ik zei van, ik ben er nu klaar mee. Ik heb 10 centimeter ontsluiting. Ik kan niet meer. Ja. Ik weet niet, iets in mijn hoofd zei dat ik dat had. Ja. Ik ging die verloskundige ging voelen. En toen had ik inderdaad 10 centimeter. Ik dacht, holy yes. En op het moment dat ik die persdrank kreeg, toen, weet je wat ze toen deden? Toen kwamen ze met zo'n zendertje die kamer in. Ja, dit is onze cue. Ik dacht echt van, ja, hallo, ik moet nu gaan persen. Ik weet niet wat jullie denken. Dat jullie nog met een hele geluidsinstallatie moeten komen of zo. Ja, doei. Dus ik werd boos. En toen begon ik wel echt te schreeuwen. Maar net als bij echte meiden in de jungle. Nee, want hier had ik echt pijn. Nee, hier had ik echt pijn. Dus ja, het was. Maar op zich, ja, het was wel een chille bevalling. Alleen ik zou nooit meer voor een morfinepomp gaan. Nee. Beter, wel ruggenprik? Ja, ik zou voor de volgende keer misschien wel voor een ruggenprik gaan. Want je bent gewoon zoveel relaxter en je kan je echt nog voorbereiden op het feit van, oh, ik word zometeen moeder en ik kan er zometeen echt van gaan genieten. Je kan nog op een beetje een leuke manier die bevalling ondergaan of zo. En met die morfinepomp ben je en aan het spacen en je hebt nog steeds kapot veel pijn, want het gaat, je haalt je pijn niet weg. Je herinnert je bijna niks. Maar voelt het dan alsof je in jonkel hebt geklapt, zeg maar? Alsof je gewoon een lachgastank naast je hebt. Zo voelt dat. Ja, alsof je aan de ballonnen aan het spacen bent. Ja. Nou ja, ik zeg je eerlijk, met weeën en een lachgaspomp. Nou, ik denk niet. Ik zou gewoon disturbed zijn en pijn hebben. Ik weet niet of ik dat lekker zou vinden. Nee, het was ook niet chill eigenlijk. Maar nou, voor de volgende keer weten ze van rugprik. Ja, precies. Ik ga ook gewoon zeggen van, ook al wil ik hem niet, ik wil wel dat hij gewoon klaar staat. Ja. Want ik zei ook van, ik wil een natuurlijke bevalling. Maar op een gegeven moment zei ik, ja, spuit me maar gewoon helemaal plat. Ik wil die ruggenprik. En toen moest ik 2 uur wachten, want dat moet helemaal klaargemaakt worden natuurlijk. Mm-hmm. Ja. En als je zegt van, ik wil het wel, dan staat het gewoon klaar. En als je het wil, dan kan je gelijk gespoten worden. Mm-hmm. Want waren ze lief bij jou in het ziekenhuis? Ja, ik zeg, ik had 2 vrouwen. En hun waren gewoon zo rustig. En ze hielpen me ook elke keer, zeg maar, met zijn hoofdje zo, met hun vinger een beetje uit te halen en zo. En dat voelde wel echt goed tijdens het persen. Dat voelde wel van, ze helpen me wel een beetje met eruit te halen en zo. Mm-hmm. Yeah. Maar toen ik mocht gaan persen, was ik zo blij. Eindelijk drukken.
En de video die viel al bijna half flauw. Toen ze zeiden van, ja, we zien het hoofdje. Toen keek hij, toen zei hij van, ja, ik heb echt een trauma. Ja. Ja. Je hoort dat vaak van mannen, dat ze dan een trauma hebben na zo'n bevalling. En ze zien ook je poep en zo, toch? Nou, kijk, Denzel zegt dus dat hij heeft gezien dat ik ging poepen. Ja. Maar ik heb ook gepoept. Ik weet niet of ik heb gescheten. Ik geloof het niet. Nee, maar je voelt het niet. Ik heb het niet gevoeld. Ik geloof het niet, hè. Nog steeds niet. Nou, ik voelde hem echt vastzitten, die drol. Ja? Ja, ik voelde hem echt vastzitten. Ja. En mijn schoonmoeder was er ook bij. Maar die is dus verpleegkundige. Die werkte ook in dat ziekenhuis. Dus die kende ook iedereen daar. Yeah. Dus die was heel de tijd in en uit aan het lopen. Al die mensen aan het groeten en zo. En op een gegeven moment had ik gepoept en Davine ging pizza halen. Terwijl ik weeën had, ging hij even pizza halen aan de overkant. Toen dacht ik van nou... Oh, ja, maar je had tijdens je weeën had je gepoept. Ja. Oh, maar dat ik had die rug geprikt, dus daarom voelde ik het ook niet. Ah, maar had je het niet tijdens het persen? Want ik had het alleen tijdens het persen. Ik ook. En toen vroeg ik aan zijn moeder van ja, het is een rare vraag, maar kan ik even mijn kont afvegen? Zei ze ja, tuurlijk, doe ik wel even. Dus ja. Je schoonmoeder heeft je kont afgeveegd. Ja. Ja, maar ze heeft ook in het ziekenhuis gewerkt, dus voor haar is er niks raars. Kijk, als je dat stel... eens verwacht, als je dat kon zeggen, ja, mijn schoonmoeder heeft mijn kont afgeveegd. Nee, dat ik nooit durf dromen. En ik weet nog dat ik ging persen en iedereen kwam echt met een vloedgolf eruit. Ja? Zoveel water en al die zussen zijn ook helemaal nat geworden. Ja. Ja? Ja. Maar was niet al je vlieswater ja, blijkbaar weg. Niet. En ze hadden mijn vliezen wel gebroken. Ja. Want dat was niet natuurlijk bij mij gaan. Dus ze hadden wel gewoon gebroken voor mij. Vruchtwater trouwens. Oh, wat zei ik dan? Nee, ik zei vlieswater, maar het is vruchtwater. Ja. Ik hoorde het niet eens. Nee. Ik weet wat je bedoelt. Maar ja, toen hij eruit kwam, kwam hij gewoon de vloedgolf eruit. Ja. Nee, dat is Ariel, weet je? Dat die golf opeens zo achter haar vandaan komen. Ja, dus met zo'n vloedgolf kwam hij eruit. Toch iedereen? Super lief. Ja, bij Noe ging het ook wel snel. Ja. Hoeveel minuten heb jij geperst? Zal ik je zeggen dat ik niet weet? Ik denk misschien een half uur. Oh ja, dat is ook kort. Een half uurtje, denk ik. Zoiets. Ja. Maar... En je gehele bevalling, hoe lang duurde die? Het begon om... Nou ja, met alle weeën. Ja, gewoon van... Toen je in de binnenkwam wandelen, zeg maar, tot... Oh, toen ik binnenkwam wandelen in het ziekenhuis. Ja. Okay. 6 uurtjes. Oh, dat is echt kort. Ja, maar mijn weeën begonnen wel al thuis, zeg maar. 5 uur 's ochtends. Dus van 5 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags ging ik gewoon kapot van de pijn thuis. En toen daarna... Ja, maar in het ziekenhuis heb je 6 uurtjes gezeten. Ja, ja. Ik 7 uurtjes. Mm-hmm. Ja, ik vind dat wel nice. Ik vind het ook wel meevallen. Gelijk lekker naar huis. Nou, ik weet nog dat ik die rugprik had genomen. Meestal moet je dan een dag blijven. Mm-hmm. En ik weet nog dat ik 10 minuten klaar was met bevallen. En toen zei ik, mag ik naar huis? Ja. En dan keek ik mij echt aan van, ben je wel goed bij je hoofd? En toen zei ze van, nou weet je gaat eerst even een broodje kaas eten. Ja, gaven ze je ook een broodje kaas? Ja, maar ik dacht wel van, oh wel lekker, ik wil nog één. En een appelsapje gedronken. Mm-hmm. En daarna zei ze, probeer maar eerst te lopen, want je hebt een rugprik gehad. En het was zoveel moeite om te lopen. Maar ik wou zo graag naar huis, dus ik ging echt struggelen om te lopen. Ik ging echt mijn benen echt forceren om te lopen. En had ze je ook geholpen met douchen daarna? Nee, want ik stond op en ik had natuurlijk geen rugprik gehad. Ja. Dus ik kon gewoon lopen. Ik was letterlijk rende een gewoon half naar uurtje huis. Op bed, knuffelen met Noe, bla bla bla. Ik geef Noe aan Denzel, ik zeg, ik sta op. Kan ik douchen? Ze zeggen van, ja, je moet alleen eerst plassen. Je kan jezelf gaan douchen. En dan, ik zeg, mag ik daarna naar huis? Dus ik denk dat ik echt binnen een uurtje al het ziekenhuis uit was. Echt? Oh, ja. Dat is echt nice. Ik moest dus wachten totdat de nachtshift, zeg maar, werd overgenomen. Mm. Dus ik heb nog echt iets van 2-3 uur daar gelegen. Totdat ik, zeg maar, nagecheckt kon worden en naar huis mocht. Ja. Dus ik was om 1 uur, 2 uur 's nachts thuis, volgens mij. Maar daarna heb je geen last meer gehad van die ruggeprik of iets? Nee, helemaal niks. En nu zit ik, denk ik, heb je niet uit je raampje gekeken? Of ik aankwam rijden? Nee. Aangezien je me ook gestalkt hebt bij het ziekenhuis. Nee. Ik denk dat ik toen al sliep, maar ja. Anders waarschijnlijk wel. Maar ik ben echt een vieze stalker. Dat is echt niet normaal. Ja, ik weet ook nog dat er... ik weet niet, was volgens mij ruzie voor onze deur. En toen belde hij me ook van, hoor je dat? Ja. Toen gingen we samen kijken. Ja, maar hoorde je dat vannacht ook? Wat? Er was ook iets gaande bij ons. Nee, ik heb echt lekker geslapen vandaag. Ja?
Ik weet niet wat het is, maar onze, waar wij wonen, begint zo ghetto te worden. Ja. Ik hoor midden in de nacht gewoon mensen discussie maken, ruzie maken. Dingen zwervers worden gegooid. Op straat. Ja, er is dus nu een opvangcenter bij ons om de hoek. En er zitten altijd gewoon zwervers bij ons voor de deur. Ja, het is echt heel erg, hè? Terwijl ja, we gewoon echt, we wonen echt in een goede wijk. Dus ja, het is echt zo heftig. Je wordt gewoon geforceerd om gewoon je spullen te pakken en om weg te moeven. Ja. Maar ik zeg je eerlijk, hun kunnen ook een podcast beginnen. Want hun praat van 5 uur 's ochtends tot 7 uur in de avond. Ja, dat is echt niet normaal. Ik weet echt niet waar zij het over hebben, hoor. Nee. Echt niet. Hey, had ik je dat verhaal verteld? Dat verhaal is ook echt grappig, hè? Nee. Luister, als ik dit vertel, dan ga ik waarschijnlijk weer kokhalsen. Dus ik moet wel opletten. Sorry. Sorry. Is het echt zo smerig? Ja, het is echt goor. Net echt goor. Ik reed dus, of ik liep naar de supermarkt. Ja. Zeg maar bij dat pleintje voor ons huis. En op een gegeven moment, ik loop zo. En ik zie sorry. Ik zie zo een blauwe slipper op straat. Maar echt een blauwe slipper. En ik zie... een dikke drol, hè. Ik zweer het. In die slipper. Daarnaast. Ik was ingetrapt met die slipper. Maar het enige wat ik dacht was van... Godverdamme. Het was zo van... Iemand is met zijn slipper in die drol gestaan. Maar luister, die drol lag precies voor jouw huis, hè. Ik zweer het. Ja. Misschien was die van Pienus. Nee, die drol was echt een mensendrol, hè. Alsof die zwerver s'nachts gewoon zijn broek naar beneden heeft. Daar gewoon voor jouw deur heeft liggen schijten. Oh, weet je dat ik dat niet eens zo raar vind? Luister. Ik denk dat hij dat echt zou doen, ja. Oh. Het lijkt nu echt alsof wij in zo'n ghetto wonen. Oh, maar wacht, zo... dus iemand heeft met zijn slipper in die drol gestaan. En die dacht van nee, maar dit is echt smerig. En heeft die slipper gewoon uitgedaan. Die slipper daar achtergelaten. In die drol. Maar het was dus echt... Ik weet nog wel... Ik weet nog precies hoe die drol eruit zag. Ja, oh... Oh mijn god. En dat zeg je ook nu pas. Nou, als ik een drol voor jou deur zou zien, zou ik je gelijk zeggen van luister, ik zie een drol hier voor je deur. Ja. Maar dan vraag ik me echt af wie dat opruimt of opeet. Ik weet het niet, maar ik denk dus, volgens mij, die buurman van jou. Ja, die ene... hij heeft het gedaan. Nee, maar het leek wel op zo'n soort drol. Maar in ieder geval... Soms kijken naar mensen toch. En dan denk je van... Nee. Ja. Maar echt... Hij zou dat wel eens een keer gedaan kunnen hebben, ja. Ja. Nee, hij lijkt me echt zo'n persoon die het opruimt. Ja, hè? Ja, ja, zo'n buurtsupporter, zeg maar. Ja. Ja. Oh, maar goed. Zo even bijkomen. Oh, weet je waar we het net ook over hadden? Over zo'n foodtruck, hè? Ja. Ja, ik vind... Ik weet niet wat ik moet denken ervan. Want ik denk gewoon van... Ja, die mensen die zijn gewoon soms best wel vies of zo. Ja, er reden zo'n een wagentje langs met hotdogs. Ja. En toen zei ik tegen jou van... Zou je zo'n hotdog eten uit van zo'n kraampje? En toen zei jij... Nee, want die mensen dragen 9 van 10 keer een handschoen. En ze pakken zeg maar dat geld, dat contant geld... En daar maken ze ook je eten mee. Ja, en, ja ik vind dat ja vies. Ja. En ze krabben misschien soms even bij hun ballen wanneer iemand kijkt. En dan gaan ze lekker je broodje maken. Dan heb je zo'n balhart tussen je hoofd ook. Nee, ja. Godverdomme. Godverdomme. Ja, maar denk je dat niet soms? Soms staat er echt zo'n man achter zo'n kraam en dan denk je van... Ja, die krabt sowieso bij zijn ballen. Ja, of die peutert even zijn neus. Ja. Zoiets. Ja, ik vind het wel goor, hoor. Ja. Oh, ik kan echt niet over dat soort dingen praten. Nee, ik merk het. Dus jij zou zeg maar... Ja, jij zou geen pedicure kunnen doen. Pedicure? Ja, dan moet je mensen voeten zitten, toch? Ik denk dat je dan de hele tijd zou doen... Het ligt... Ja, nee, ik zou het niet van iedereen kunnen doen. Maar zeg nee, maar bij mensen waarvan ik denk van je bent schoon... Ja. Zou ik het wel kunnen. Maar ik zou bijvoorbeeld geen kalknagels of... Oh nee, het lijkt me echt vreselijk.
voeten aanraken. Nee. Maar weet je wat ik ook altijd zo verschrikkelijk vind? Die mensen bij het tankstation die dan je broodjes maken zonder handschoenen. Oh. Ja, ja, zelfde verhaal. Net als met die met zo'n kraampje. Ja, en die nemen 9 van de 10 keer heel de dag ook geld aan. Contant geld met hun handen. Heel vies. Hey! Nee, vind je het ook zo vies? Grappig? Nou, lekker. Ik leg hem neer en hij is gewoon lekker rustig, hè? Hij heeft niet eens speelgoed. Nee. Hij is echt lief. Scheetie. Ja, maar straks moet hij zijn fles en dan... ja. Hij als hij me begrijpt. In je fles. Ja, hè? Oh, ik had echt niks moeten zeggen. Hij begrijpt mij. Luister, ik had mij net eens verslikt in een slokje koffie. Je weet toch wanneer iets in het verkeerde keelgat gaat? Ja, maar dat vind ik dus zo'n domme uitspraak. Want je hebt toch maar 1 keelgat? Heb je... Ja? Je hebt toch 1 keelgat? Of heb je er meerdere? Ja, ik weet niet. Het is ook ik zeg altijd het verkeerde keelgat. Maar toen ging ik een keertje denken van... Je hebt toch maar 1 keelgat? Ik ga even googlen. Hoeveel keelgaten heb je? Hoeveel? Ja, ik vertrouw Google niet meer. Keelgaten heb je? Als ik dingen google, dan staat er gewoon altijd dat ik bijna 2 buizen. Zie je? Oh, toch wel. Ja. Aan de voorkant de luchtpijp met het strottenhoofd die de lucht in en uit de longen leidt. En aan de achterkant de slokdarm die eten, drinken, speeksel en slijm uit de neus en bijholtes naar de maag voert. Oh ja, dat is dus die verkeerde keelgat. Heb je ook verkeerde keelgat, Iden? Nee, ik denk dus de luchtpijp. Ik denk dat als je je verslikt, dat het in je lucht... Luchtpijp, ja. Ja, pijp komt, waardoor je moet hoesten. Oh ja. Wow. Oh. En als je bijvoorbeeld een shisha rookt, gaat die dan door je... Welke lucht keelgat zou die dan gaan? Ik denk door je... door die lucht... Ik had de kijkersvraag. Wat is het makkelijkst aan kinderen hebben? Het makkelijkste aan kinderen hebben is toch wel... Ik denk altijd een excuus hebben om weg te gaan. Ik wou die echt zeggen. Zo, altijd een excuus hebben om weg te gaan. Ja, ja. Ja, sorry, ik kan niet lang blijven. Ik moet mijn kind ophalen. Hey, ja, sorry, ik kan niet. Mijn kind, ja. En niemand kan zeggen van, oh, fix even een oppas of zo. Nee. Want dat is dan te brutaal. Ja. Ja, nee, precies. Willen jullie ooit nog je kind laten zien? Ja, wil jij dat? Ik begin nu steeds meer op een bepaald punt te komen dat ik denk van ja, waarom niet eigenlijk? Maar dan toch is er iets wat mij tegenhoudt. Dus kijk, ja. Weet je wat is? Soms ga ik naar de Westfield Mall om te shoppen. Of ga ik, weet je... Ik ben de hele dag op straat met Noe. En dan kijken mensen toch. Ja, dat is zo. Snap maar je? Kijk, een paar personen die kijken. En je hebt bijna 1 miljoen volgers. En het dan delen is toch wel even anders. En ik zei ook altijd van... Als hij 6 maanden is, dan ga ik hem delen. Maar ik merk gewoon dat heel veel mensen naar vragen. Als ik bijvoorbeeld ergens... Naartoe gaan vragen mensen van, oh, maar komt Iden dan ook mee? Omdat mensen hem willen zien. Mm-hmm. En is het gewoon, ik heb gewoon gemerkt dat ik heel veel mentaal gestoorde Pieter Baan centrumachtige mensen heb die mij volgen. Mm-hmm. Dus ik vind het gewoon gevaarlijk als zeg maar de verkeerde ogen zeg maar naar hem gericht zijn. Mm-hmm. Kijk, er zijn heel veel mensen die het heel leuk vinden, maar ja, we hebben zoveel volgers. Je weet niet wat voor gestoorde mensen er daadwerkelijk tussen zitten. Klopt. En ik zit soms ook te denken van, kijk, het is leuk een kind te delen, maar misschien wordt hij later wel heel erg verlegen. En dan wordt hij van de rest van zijn leven herkend. En misschien vindt hij dat helemaal niet leuk. En dan ben jij wel de aanstichter daarvan. En ik zou daar niet mee kunnen leven. Klopt, ja. En dat is ook hoe ik erin sta. Alleen, ik vind het wel moeilijk soms. Ja. Ja, het is sowieso moeilijk, want je wilt je geluk natuurlijk delen. En... Sowieso de leuke outfitjes die hij heeft. En dat je dan later terug kan kijken van... Oh, hier was je zo klein dat het gewoon online staat. Maar het is ook zo van...
met AI kun je zoveel gekke dingen doen. Het is niet normaal. Mm-hmm. En het begint steeds groter te worden. Veel meer mensen beginnen te begrijpen hoe het werkt. Ook bikinifoto. Dat heb jij toch een keer gehad? Ja, dat je een bikinifoto had. Ja. En dat werd bewerkt met een naaktfoto. Ja, ja, heb ik gehad. Ja, dat was zo erg. Ja. Ik heb voor nu gewoon besloten dat ik zijn gezicht niet wil delen. Nee, ik snap het. Kijk, als ik een keer iets met Noe zou willen delen, dan zou het echt, echt, echt iets heel doops moeten zijn. Zoals bijvoorbeeld een cover van The Folk. Zo. Dat zou dik zijn, ja. Maar dan ook echt eenmalig. Ja, een beetje wat Kim Veester ook had gedaan, toch? Ja, alleen dan wel met een een goede budget. Nee, een spaarpotje. Gewoon een leuke, gewoon een goed blad wel. En ook dat je ook een leuke aandenken hebt natuurlijk. Ja, precies. Dat hij laat gozen en zegt van kijk, jij mama zonder de Vogue. Ja. Ja. Ja, kijk, hij hoeft niet helemaal op de voorgrond te staan en ik hoef niet met hem te pronken. Maar ik zou het wel leuk vinden om een keertje een shoot te doen voor een blad. Maar that's it ook, gewoon, ja. Snap je? Geen familievlogger dingen. Nee. En ik denk ook niet dat Denzel en ik zulke types zijn. Nee, ja, je bent zelfs te awkward om een TikTok te maken. Dus. Ja. Nou, ik denk dat we deze podcast maar moeten gaan afsluiten. Ja, wat wil je zeggen, Iden? Zeg maar. Ga jij de podcast afsluiten? Oh, zeg maar, hallo. Doei, doei. Zeg maar, dag. Ik ga mama weer een vieze poepelui geven. Ja, liefie. Nou, heel erg bedankt voor het kijken en het luisteren. Vergeet ons niet te volgen op YouTube, Snapchat. Als we die hebben, we dat account al. I don't know. Gewoon kijken. Kijk maar of die er staat. En TikTok natuurlijk. De toeters en bellen, / podcast. En ja, dan zien we jullie bij de volgende aflevering. Doei. Doei.